Vandaag zondag, rustdag. Ook ga ik gewoon 2 weken tegemoet waar ik minder ga werken en gewoon meer vakantie ga vieren. Ik heb een leuk dingetje gevonden. Ik heb zo'n thermometer. Die zie je soms wel eens in de coronanieuws. Dat hoor je daar weer op je voorhoofd. Als ik dat nu doe, krijg ik 33 te zien. Maar dit is ook leuk voor de hitte te meten. Het is buiten, dus toch tegen de 35. Ik ben nu op zolder. En zo'n schoorsteen is dan 27. Die is van steen. De zolder is dicht geweest de hele nacht. En dan kom ik op het hout. Hey, die is ook 27. Oh, dat klopt dan wel. 27,7. Dus hier is de temperatuur in dit hok. Hè, waar de zon niet schijnt. Maakt eigenlijk dan niet heel veel uit wat ik kies. Als er maar geen zon op heeft gestaan. Het is ongeveer 27, een 27,5 graden hierboven. Oké, nou als ik dit nu beneden doe, wat ik net gedaan heb. Oké, laat ik dat eens even. Even een inkijkje in materialen dat ik tussendoor koop. Hier zie je dus ook mijn zwemspullen. Dus dat combineer ik eind van de dag vaak. Dan ga ik even zwemmen en dan koop ik wat spulletjes. Nou, je ziet hier verschillende soorten matrassen. Ik probeer het wat goedkoop te houden. Dit is een matras voor in de huisjes. Dit is ook, nou ja, goed, de opklapbedden. Nog een afdekmatras. Dat krijgt allemaal een plek. Waardoor uiteindelijk we dus 40 slaapplekken krijgen. Dus inkopen doen is ook zeker een activiteit. Ja, die tijd kost en vooral geld kost. Even kijken in ons café. Maar ja, wat ik gewoon leuk vind is een nieuwe hobby. Ja, hier is dus ook cool geweest. Dan is het toch 28, ja. Ja, dat is nou bijzonder. Hier tocht het een beetje. Kijk, die is maar 25. Dus dat is dan steen. En die muur, sorry. Ja, daar schijnt de zon op aan die kant. Dus dat houdt het wat warm. Daarna is het stenen muur. Die zijn duidelijk minder warm. Ja, dus de steen in kelder, café. Dat is toch een soort buffer van koelte. Hier voelt het ook echt ja, wel prettig als je van buiten komt. Ja, dat hout is toch 28. Ja, dus het is hier eigenlijk best wel uit te houden, terwijl het toch 28 is. Maar het verschil met buiten is dan ja, bepaald dat het prettig is. Daar ben ik weer even in mijn huisjes op een vrije zondag. Het bleek net toch al 36, 35 graden, laten we zo maar zeggen, 35 graden te zijn volgens de app. Hier, dus de meting van 27 op zolder is wel heel erg positief. Ik ben nou in de huisjes, laat ik nu, het is nu 36 zeker. Laten we eens meten nu de buitenmuur waar niet de zon op staat. Dan is het 34. Dus dat klopt wel. Dit is een huisje waarbij de deur open staat. De hele nacht en dag. En dus daar zit ook nog geen glas in. Dus je komt gewoon de buitenlucht binnen. Dus dit meet zo'n beetje de buitentemperatuur. Dan kom ik op 34. Ik denk dat dat in de schaduw buiten echt dus als het zal 35 zijn. Vandaag wordt het 38 graden. Nogmaals, ik heb een vrije dag, maar ik ga wel daardoor ontspannen knutselen. Dit huisje heeft nogal lelijk hout. Omdat hier dit dak dus kapot is geweest. Heeft ingeregend. Er is heel veel natuur in geweest. Met allerlei planten en wespen dingen en molshopen. En ik ga even kijken of het me lukt om hier een lazuurlaagje op te verven. Zonder dat ik mijn mooie linoleum te veel verpest. Oh, dit wordt best mooi, vind ik. Dit lazuur. Even wat vliegen wegblazen. Kijk, daar gaat het toch wel net eruit zien zo. 36 graden, temperature rising. Laten we naar een ander huisje gaan om te kijken wat de temperatuur daar doet. Het beton beneden is 44 graden onderhand. Dus dan moet je niet meer met je blote voet op gaan lopen. Tussen de rommel.
Ja, de gras, het valt nog wel mee. Het is echt 36, de luchttemperatuur. Het wordt 38 dus vandaag. We komen nu het huisje, wat helaas ook een open deur heeft gehad. En wat een bijen- en wespennest erbij heeft gekregen. Ik ben net ook al gestoken door wespen. Hoe vervelend. Nou, even kijken. 32,5 toch wel. Dus dat maakt niet heel veel uit hier binnen. Hoe moet ik langs die wespen zien te rennen? Zo. Dan kom ik bij mijn ander huis. Ook daar staat de deur helaas open. Ja, nou, deze verwacht ik toch wel iets koeler, toch? Nee, dat moet hetzelfde. Dus tegen de 33, ook hier zie ik wespen vliegen. Ja, super. Het hele bed heb ik nu in die lazuur gezet. Nou, was een stukje netter geworden. En dit moest ik dus eerst doen voordat ik die matrassen erin kan installeren. ...38,5 in de schaduw. Nou, dat me net voltaal. Ik ben even onder de koude douche geweest. Ik ben hier het kunstleer aan het snijden. Op de tegeltjes op het terras. Voor de bedden, dus ik nou even allemaal tegelijk snij. 38,5 is het geweest vandaag. Ik ben vandoor, ik ga even lekker zwemmen hier. Manuel, Samuel en Samir opgehaald bij de grens in het bos. Ze zijn nu thuis. Die wilden nog wat gaan doen. Nou, ik niet. Ik ga even lekker zwemmen. En dan heb ik helemaal geen plan meer voor deze week. Dat is ook wel eens goed. Geen plan. Lekker. Heerlijk. Nou, ik sluit het af voor vandaag. Ik een beetje kort vandaag vloggen. Ik zit bij de pizzeria in Karlewad. Drie keer gekocht vanmorgen. Morgen wordt het weer een hele warme dag. Daarna krijgen we wat afkoeling. Ik heb ondertussen een lijstje gemaakt van dingen die gedaan moeten worden. Die eventueel door groepen gedaan kunnen worden. Dus niet per se door mij gedaan moeten worden. Vanuitgaand dat er groepen komen. Dat verwacht ik wel. Die ook misschien willen helpen. Dan heb ik een lijst van praktische dingen die we samen kunnen doen. Waar ik ook de middelen voor heb. Gras maaien, met benzine maaiers, stroom aanleggen, kan ik weer instrueren, betonmolen, paadjes aanleggen. Dus allerlei dingen die we kunnen doen, waar jij welkom bij bent om te komen helpen. Dus heb je iets zitten, lijkt het je leuk, laat even weten en kijk wat we mogen. Dus ik ga zo aan de pizza, tot morgen. Welterusten.